in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Beste mensen, welkom allemaal. In eerste instantie een hartelijk welkom aan onze eerste burgemeester Ahmed Abutaleb. Welkom, dank u wel dat u hier ook gezellig bij ons bent gekomen. En daarbij ook als voorbeeld voor al onze andere buren die ook gekomen zijn. En ik moet wel zeggen, we hebben elk jaar hebben we wel een activiteit waar we ook de buren bij uitnodigen. En we zijn ontzettend vereerd dat ik ook echt een hoop nieuwe gezichten zie. Ontzettend welkom, leuk dat jullie gekomen zijn. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you. Het feit dat eigenlijk een hele goede verbinder is tussen de islam en het christendom, en dat is Jezus Christus zelf. Dat is de beste verbinder tussen de beide religies. En interesse hebben in Jezus Christus en zijn boodschap en wat hij gebracht heeft, is voor de beide groeperingen, voor de christenen en voor de moslims, een bijzonder verhaal. Maar er zijn wel heel weinig gelovige christenen, dus ook kerkgangers, die weten dat het verhaal van Maria en van Jezus Christus hele belangrijke verhalen zijn voor de moslims. Dus de beste verbinder eigenlijk tussen de christenen en de moslims is de persoon van Jezus Christus zelf. En er zijn ook verschillen, die kun je accentueren, maar je kunt ook dit verhaal accentueren, dat er een goede brug is tussen de beiden. There are ways to get there. If you care enough for the living. Dit centrum was ooit een kerk van de apostolische gemeenschap. Daarvoor waren dit natuurlijk gewoon woonhuizen. En ik heb al een aantal mensen van jullie daarover horen praten. Dat hier de allerlaatste bom gevallen is van de Tweede Wereldoorlog. Dat was in 1945. Dat was een V1-bom. Die moest, voor zover ik begreep, voor zover men denkt, eigenlijk richting Antwerpen gaan, is vanuit Delft afgeschoten door de Duitsers en is hier terechtgekomen. Dat waren 42 slachtoffers die hier gevallen zijn. En we hebben echt mensen hier die elk jaar het centrum binnenkomen en ons erop attenderen en ook praten over die geschiedenis. En die zeggen, ja, we zagen hier echt de slachtoffers ook echt daadwerkelijk liggen. Dat heeft ons ook echt geraakt en de uitleg ook, ik denk dat jullie dat beneden ook gezien hebben, dat raam, dat glas in de loodraam wat beneden staat, dat is een voorstelling van dat bombardement. Je ziet linksboven zie je zo'n paarse, raket en dat is die V1-bom die hier neergestort is. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and the living.
make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me.